Tropenbos Suriname en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek bundelen samen met de lokale gemeenschap van Brokopondo om agrobos in het achterland een duw in de rug te geven. In dit kader is gisteren in Brokopondo een Agroforestry Farmer School van start gegaan. Zwerflandbouw is in het binnenland een belangrijke landgebruiksmethode, maar leidt tot bosdegradatie en verlies van biodiversiteit. Het agroforestry-project combineert technieken met lokale landbouwpraktijken om deze negatieve effecten te verminderen. Bij het agrobosbouwproject dat begonnen is, ligt de focus op het opzetten van een agroforestry-plot als trainingslocatie. De bedoeling is dat boeren worden ondersteund met duurzame landbouwkennis. Rudy van Kanten, directeur van Tropenbos Suriname, benadrukt dat het project niet alleen in Brokopondo zal worden uitgevoerd. Dus dat na een project die zie. Dus later we lukken ook toe. Want we tak naar een gemeenschap, samen naar een janka kondre van gronde. Maar we doen twee sani. De eerste sani naar prani toch? Want als je tak prani, gewoon naar prani toch? Maar de tweede sani naar si na bribi. Toch? Want als je prani, dan is je precies van Moskong. En het tweede zang, nou heb je een kruto also webbouw drapen ook. Dus een trainingscentrum. Als je doet een training, dan kan je drapen. Maar wat belangrijk is, wat principaal is, dat als je zo van overgebrons zegt, maar naar een herkondre. En als je op samen kan zijn, als je prani, dan kan je zijn bij naar boven Suriname de prani ook toe. Maar if they call you na you for you doing and if ya pon ken ki praxeri na ngade sama kasembe srefi dat morobung. Van Kanten geeft aan dat hij over enkele jaren vooruitgang wil zien in de landbouwsector in het achterland. Hij wil zien dat de gemeenschap gaat produceren in plaats van groente kopen. En ook to if you look u grond tapu, want to belangrijk sande sa a project dis ook to eluku. En dat de my car de Sustainable Development Goals. Dus in a hergrond tapu, de abwantu sansai kan do, tak a hergrond tapu ekon morobong. Dus anosra nang wang, ma a hergrond tapu. En waf den sani na, tak if je uroko toch, if je kan seri, je verdien wa money, dat je ab minder armoede. Bijvoorbeeld, if je prani toch, if a dride, if je sa pranta van boomfasi, nyande, dat wan tak angri no de. A derde sani, dat wan taki, a roko sa wedu a landbouw, agroforestry, e ji wan bijdrage tak a herkontreng e kon morobung. Want bijvoorbeeld ko tak je rei je si mooi pran grong san de fu prani seri a moro mooi toch. Districtscommissaris Ludwig Mendelssohn van Brokopondo benadrukt dat de mensen in het gebied zich meer bewust moeten worden van het belang van bosbouw. Volgens hem kan landbouw ook een winstgevende bron van inkomen zijn.